Hallo allemaal, ik ben Toot en in deze video gaan wij een interview doen. En deze keer gaan wij een interview doen met... De Touweler. De Touweler. Het linkje van de Touweler staat in de beschrijving. Dus mocht jullie hem even willen checken, dat kan. Hij maakt echt super toffe video's, dus dat zou ik zeker even doen. Ja, deze serie houdt in. We gaan gewoon lekker wat vragen stellen aan YouTubers. En die gaan ze dan beantwoorden. Dus laten we maar beginnen met de eerste vraag. En dat is, het is meteen al een beetje een ingewikkelde vraag. We hebben het er ook al een beetje over gehad voor de opname. Maar de vraag luidt, hoe heb je nagedacht over zeg maar hoe je video's overbracht naar je publiek? Dus ik bedoel, heb je series aangepast om zoveel mogelijk zeg maar publieke groepen... aan te spreken? Of doe je gewoon wat je zelf leuk vindt? Voor een deel doe ik sowieso wat ik zelf leuk vind. En dat is natuurlijk Nintendo games spelen. Want ik hou ontzettend veel van die games. Ja, dus mochten jullie Nintendo leuk vinden, dan is Touweler echt een kanaal voor jou. Want ja, in principe wel. En ik probeer Nintendo ook wel andere dingen te doen. Zoals Minecraft. Wat gewoon altijd heel erg populair is. Ja. En daar is nog even een extra vraagje bij. Van, kijk je daarbij ook van, de dingen die jij zelf leuk vindt. Kijk je daar ook van, vinden mensen het nu leuk? De likes bijvoorbeeld. Of denk je van, nee, dat doe ik gewoon omdat ik het gewoon lekker zelf leuk vind. En ja. Als mensen... Goed, ik kan iets wel zelf leuk vinden. Maar als mensen het echt niet, niet echt heel erg waarderen. Of ja, weet ik veel. Want je krijgt er echt niet heel veel reacties op. Ja, stel je voor, je krijgt echt gewoon... wel minder likes dan de andere video's, zeg maar. Zou je dat dan nog wel gewoon een serie laten worden? Dat weet ik niet zeker, aangezien als ik er iets in de plaats voor doe wat beter ontvangen wordt, dan zou ik dat wel eerder doen, want ik bedoel, je wilt je kijkers toch wel boeiend houden. Tuurlijk. En ze zijn ook geabonneerd om je te volgen en dan zul je al volgen en je doet vervolgens wel allemaal dingen waar ze niet echt op zitten wachten. Dan is de kans natuurlijk groot dat ze deabonneren en dan stel je ze, teleur wil ik ook weer niet zeggen, maar ja, in ieder geval ben ik misschien wel wat ik bedoel. Wel jammer, ja, tuurlijk. Oké, en de vraag 2 is, wat zijn nou echt spellen van vroeger die jij gespeeld hebt, die je nu eigenlijk niet meer speelt, die je mij echt nog een keer zou aanraden, is van, die moet je echt een keer hebben gespeeld, een klassieke. Van vroeger? Ja. Oh. Ja, maar het moet een game zijn die ik niet heb gespeeld of opgenomen. Wat bedoel je? Dat ik... Ja, bijvoorbeeld. Ik bedoel, ik heb vroeger games met dat ik dingen moest zoeken en dat soort dingen. Welke games heb jij vroeger veel gespeeld? Ja, ik speelde sowieso Rayman veel. Ja. Ik was een enorme Rayman fan. Rayman nu 2. Even Rayman in beeld, dan weten mensen even wat het is. Ja, Rayman, dat was ik echt helemaal gek van. En welke games ik speelde? Ik speelde ook veel. Ik was natuurlijk echt Nintendo. En ik denk, vond het ook wel heel erg vet. Weet je welke game je eigenlijk echt moet spelen? Nou? Op de GameCube had je een spel dat was Super Mario Strikers. Dat was een voetbalspel van Mario. Dat is zo geniaal. Echt waar. Ja, dat was echt heel awesome. Maar je moet wel een GameCube hebben, volgens mij. Of een Wii. Ja, ik heb persoonlijk heb ik een Wii. Ik vind sowieso de Wii ook nog wel erg vet. Heb je veel op de Wii gespeeld? Op het begin wel. Toen had ik echt een kast met 48 Wii-spellen. Op een gegeven moment. Ja, ik heb ook heel veel Wii-games in de Maar raad. Ik kocht echt al die koopjes van Bart Smit. Die hadden zeg maar zo'n bak. Je had zeg maar een grote wand met nieuwe games. En daaronder zat echt zo'n bak van 5 euro, 10 euro spelletjes. En dan kocht ik dan wel eens van mijn salaris. Kocht ik dan een paar spellen. En dat liep best wel snel op eigenlijk. Ja. Okay. Maar ik speelde dus niet allemaal. Nee, er zijn altijd games die je denkt, die wil ik hebben, alleen die liggen gewoon in de kast en daar kom je niet meer aan. Zeker bij de Wii, ja. Ja. Ja, ik zit ook wel over na te denken om ooit nog Wii games te let's playen, want ik vind de Wii nog steeds wel erg leuk, maar... Nu even een spel waarbij ik heel veel mensen hoor van, die heb ik eigenlijk nooit gespeeld. Ik weet wel wat het is, maar ik heb nooit gespeeld. Heb jij ooit Mario Galaxy 2 gespeeld? Ja. Oké, daar wil ik graag je mening over, want daar zijn de meningen erg over verdeeld. Sommige mensen vinden het echt een geweldig spel en sommigen denken, ik wil liever Mario Kart bijvoorbeeld. Ik denk dat het een beetje ligt aan wat voor speler je bent. Want Mario is in principe ook een serie voor iedereen. Ik bedoel, je hebt die sports, je hebt die karten, je hebt vechten en dan heb je natuurlijk die adventure games en veel... In mijn geval ben ik allround, want ik vind het allemaal geweldig. Ja. Maar je hebt ook mensen die specifiek
voor een bepaald spel liever niet. Of die vinden het te moeilijk, of die kunnen er niet aan wennen. En Mario Galaxy is natuurlijk niet een... Ja, het is wel makkelijk te leren, maar het is natuurlijk wel best wel een uitdagend spel ook. Zeker. Er zit heel veel uitdaging in, inderdaad. Ja, inderdaad. Maar sowieso vind ik Mario Galaxy persoonlijk echt een geweldig spel. Vandaar dat ik deze vraag ook even erin heb gestopt. Maar ik was wel benieuwd hoe jij over Mario Galaxy dacht. Ik vind het een hele vette game. Het is wel lang geleden dat ik hem heb gespeeld, moet ik zeggen. Dus... Ja, bij mij is het ook een tijd geleden. Ja, hij zit er nog wel in mijn geheugen, maar het is... Ja, de muziek was ook wel heel erg goed natuurlijk. Ja, muziek was ook prachtig, ja. Ik vind die hele game echt geweldig. Ik laat ze nu dan ook plaatjes zien, hoor, jongens. Dus jullie kunnen ook gewoon kijken. Dus, maar nou, er zit even een heel klein subvraagje bij. Want wat vond je nou eigenlijk het verschil tussen Mario Galaxy 1 en Mario Galaxy 2? Welke vond je beter? Ik denk dat ik 1 beter vond. Oké. Okay. Verrassend. Want ik denk het wel. Ja, ik persoonlijk vind 2 leuker. Maar ja, het is leuk dat jij een andere mening hebt. Ja. Wat vond je beter aan 1 dan? Ik weet het niet. Ik denk dat het. Ik denk dat het iets simpeler was. Wat betreft de stijl en zo. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, het is lastig te zeggen natuurlijk. Maar. Ja, ik vond het gewoon. Ik weet gewoon. In mijn herinnering heb ik gewoon van 1 iets meer genoten dan 2. Dat weet ik gewoon nog. Okay. Geen idee precies waarom het was. Maar. Het zal iets ook met verhaal te maken hebben of zo. Ja, het zal. Nou, ja, leuk. Heb je wel eens, zeg maar, dat je een video op moet nemen? En of nou ja, laten we ook, zeg maar, het editen even pakken. En je denkt, zeg maar, van... Hey, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in, maar het moet wel. Heb je dat wel eens? Ik heb het wel eens gehad, maar het is niet zo dat ik dat vaak heb. Dat komt eigenlijk bijna nooit voor. Ja, soms... Heb je wel, dan heb je bijvoorbeeld als je een drukke week hebt en je komt uit je werk of zo, dan is het nog wel eens lastig om even die zin te maken om te editen. Want je wil op zich wel genoeg dingen te doen en wat je even liever wil gaan doen, weet je wel. Ja. Dus het komt wel eens voor, maar over het algemeen heb ik eigenlijk altijd wel zin om met YouTube bezig te zijn, omdat ik het gewoon erg leuk vind om te doen. Ja. En mocht het nou wel eens gebeuren, doe je het dan wel of zeg je van, nou helaas, ik zet even een tweetje of een Facebookje van, ik doe het morgen even of zo. Nee, ik zorg wel altijd dat ik het doe. Ja, oké. Want dat is maar gedaan ook en dan ben je er toch weer blij omdat het gebeurd is. Ja, dus. Tuurlijk, achteraf denk je natuurlijk van, ik heb het nu gedaan. Maar ik heb dat echt nu deze week. Normaal moet ik dan voor het weekend moet ik Toad opnemen, zodat ik in het weekend ergens kan editen. Hoezo moet je mij opnemen dan? Ja, oh wow, really? Nee, ga verder. Captain Toad, ja. Ja. Die serie staat de kapitein. In de beschrijving, wat? Ja, nee, maar Captain Toad. En normaal moet ik dat uploaden maandag. En nu heb ik dat een beetje uitgesteld, omdat ik werk had. Het was mooi weer. En dan wil je toch even, weet je wel, dan scooter ik even. En dan heb ik eigenlijk niet zoveel zin om te editen. Nee, als het mooi weer is, dan moet je, dan wil je even lekker buiten zijn. En dan moet je toch. Ja. Dan dus ik neem wel gewoon zondag op of zo, weet ik veel. Ja. Oké, nou, dan gaan we naar de laatste vraag. En dat is best wel een vraag die ook heel veel verschilt. Ja, per YouTuber. Ja. Kijk jij zeg maar ook naar de dislikes op een video? Dus denk je van, hey, hij wordt veel gedisliked, help of zoiets? In principe niet, want ik kijk er alleen naar als ik... ik kijk een soort van... Ik zie het altijd als feedback van een video. Ja. Als ik iets upload en... het is... Als het zeg maar een doorlopende serie is en er zit opeens een dislike bij... Dan denk je altijd van, misschien is er iets in de video gezegd wat diegene niet leuk vond. Misschien is er
weet ik van, misschien vond die, is het gewoon random gebeurd. Maar als ik een video upload van een random game bijvoorbeeld, ik upload een keertje bijvoorbeeld een Call of Duty of een Overwatch video, en die wordt gedisliked met meerdere dislikes of met één, dan denk ik wel van, oké, iemand vond het niet leuk, dus ik heb iemand teleurgesteld, die andere series zijn niet gedisliked. Nou ja, goed, weet je, dan weet je een beetje wel waar het ligt. Maar als, ja, zolang het er niet veel zijn, dan is het ook wel moeilijk afwegen, hoor. Maar op zich zie ik het eigenlijk altijd als feedback, niet als een negatief iets. Oké. Okay. Ja. Heb je nog iets te vertellen? Wil je nog iets toevoegen hieraan? Of zeg het maar. Toevoegen, ik weet niet hoor. Ik weet niet wat ik eraan moet toevoegen eigenlijk. Nou, ik heb in ieder geval wel één dingetje toe te voegen. De Towler, ja, ik vind jou een geweldige YouTuber, dus ik zet je ook zeker even in de beschrijving, want bedankt voor het meespelen in deze nieuwe video. Ook overigens de eerste video die ik met deze serie maak. Hoe en gaat die heten? Wat zeg je? Hoe gaat de serie heten eigenlijk? Toad Talk. Toad Talk. misschien wel. Oké, nou, ik ga in ieder geval daar even over nadenken. Ik vond het echt heel leuk. Ik vond ook dat je echt heel leuk antwoorden gaf en zo. Dus bedankt daarvoor. Dank je. Ik hoop dat de kijkers het ook een beetje leuk vonden. En willen jullie dat ik dit vaker doe? Dan kun je altijd even een likeje achterlaten. Zo van, hey, dit is leuk. En dan kan ik het altijd vaker doen. Dus Towler, bedankt. En geen dank. Ga ook zeker even naar de beschrijving toe en klik er even op het linkje zo van, hey, even kijken. En dan zien jullie bij een volgende video weer, denk ik. Oké. Nou, doei doei. Doei.